De Vitamix versus de Blendtec. Het zijn beide de Blendtecs, of het zijn beide de blenders die heel bekend zijn in de raw food wereld. Ik moet zeggen, ze zijn allebei geweldig. Maar toch verkoop ik er maar eentje in mijn webwinkel en is eentje mijn favoriet. Laat ik beginnen bij het begin. Je hebt de Vitamix, je hebt de Blendtec. Je hebt twee varianten. Je hebt een natte kan. En je hebt een droge kan. Je kan zien, deze is aanmerkelijk kleiner en smaller van de bovenkant. En dat geldt ook voor de kannen van de Blendtec. Ook deze is, dit is de natte, die is breder en deze is smaller. De Blendtec heeft een aan- en uitknop en heeft een menutje. Dus je kan met de menuknoppen zelf zeggen van wat wil ik. Wil ik granen verpulveren? Wil ik een smoothie met ijs maken? Wil ik zachtjes draaien? Wil ik snel draaien? En dat zit allemaal verweven in het menu. Dus dat werkt op zich prima. De kannen zijn allebei even makkelijk schoon te maken. Het werkt eigenlijk allebei hetzelfde. Het voordeel van de blender is dat hij automatisch afslaat. Dus als je een smoothie aan het draaien bent en je moet heel even weg, dan slaat hij vanzelf na die minuut slaat hij uit. Het nadeel van weglopen is dat als de deksel ervan afspringt, je een heleboel schoonmaakwerk hebt in de keuken. Dus ja, ik loop niet weg, ik blijf er altijd bij. Nou, dat is eigenlijk de Blendtec. Dan hebben we het broertje zusje ervan, is de Vitamix. De Vitamix heeft dus ook de grote kan, de kleine kan. De Blendtec heeft één mes en de Vitamix heeft vier mesjes. De Vitamix werkt iets anders. Die heeft een aan- en uitknop. Die gaat omhoog en naar beneden. En hij heeft een schakelaar hier van snelheid van 1 tot en met 10. En daarnaast heeft hij hier nog een turboknop. Dus eerst zet je hem aan, dan draai je hem langzaam op totdat alles een beetje samengevoegd is. En dan doe je nog even de turbo eroverheen. En je zet hem uit wanneer jij denkt dat het klaar is. Waarom ben ik fan van Vitamix en niet van meneer Blendtec? En dat is eigenlijk heel simpel. Meneer Blendtec is service kwaliteit 0. En de Vitamix is eigenlijk levenslang. Ik heb problemen gekregen. Ik ben begonnen met de Blendtec omdat hij voordeliger was. Ik heb daarmee na een half jaar een probleem in de motor gekregen. Niet mijn fout, fabrikantfout. Ik heb hem opgestuurd. En na een maand niks gehoord te hebben, ben ik gaan bellen van joh, waar is hij en hoe werkt het? En nou, ingewikkeld, lastig. Eigenlijk best wel apparaat zoeken, ik weet het allemaal niet. Ja, na een maand dacht ik, ik kan niet meer zonder smoothies, dat wil ik ook niet meer. Dus ik heb alle minuten Vitamix aangeschaft. En dat is ook de reden waarom ik er nu twee heb. Uiteindelijk kreeg ik na 4 maanden wachten mijn gerepareerde Blendtec weer terug. Nou, ik vind een apparaat van die prijs, als daar wat mee is, binnen een half jaar. Dat vind ik nogal wat, dat je dan hem na 4 maanden pas gerepareerd terugkrijgt. Dus eigenlijk zijn, en de manier waarop het gegaan is, zijn meneer Blendtec en ik niet zo heel de goede vriendjes meer. Dus ik adviseer mensen alleen nog om de Vitamix aan te schaffen. Vitamix is gewoon een topapparaat. De kwaliteit de kwaliteit is goed en de service is perfect. En uiteindelijk denk ik, ja, is er ooit iets mee geweest? Nee, nog niet. Maar ik weet wel dat als er ooit iets mee is, dat ik dan gelijk goed geholpen word. Dus dat is eigenlijk de Blendtec versus de Vitamix. Nou, beide zijn nogal fors in aanschaf. Wil je net beginnen en heb je nog geen blender, kan ik je adviseren om de kleine TriBest blender aan te schaffen. En de kleine TriBest blender die werkt met de cupjes en de kleine mesjes. Je hebt verschillende maten cups. En het is eigenlijk heel simpel. Je draait de onderkant erop. Je zet hem erop. Je duwt hem erop. En alles wordt vermalen. De kleine TriBest is iets minder sterk dan de Vitamix. Maar evengoed, hij maakt prachtige smoothies. Mooie notenmelken. Hij maalt je noten echt in no time helemaal fijn. Voordeel van de TriBest is dat hij veel gunstiger is voor je portemonnee om mee te beginnen. En hij kan direct mee op reis. Dus nou ja, dat is eigenlijk het verschil tussen de blenders en
ja, succes. We kijken wat je zelf zou willen en hoe het gaat. Nou, succes. En als je vragen hebt, kan je ze altijd stellen.